Ja, de tijd begint te dringen. Even uitleggen, snel nog voor de luisteraars. Nou ja, het is advertentie donderdag. Ja. En ik ga even bellen met een tuincentrum in Noord-Brabant. Want ik heb een vakantiehuis. En daar waren heel veel carnavalsvierders. Die hadden daar een huis gehuurd. En die hebben tegen mijn coniferen aanstaan te zeiken. Om het zo maar even op z'n Haags te zeggen. Coniferen helemaal geel-bruin uitgeslagen. En daar heb ik korrels voor nodig. En met een antibiotica-plasma. Oké. Okay. Want dat is namelijk voor urine weg. Infecties. Ja, dus ik ben heel benieuwd. We gaan weer live en direct, hè? Is heel lang geleden dit, hè? Dit is ja, wel weer even wennen. Veel te lang geleden. Rijk, een goedemorgen. Hallo, goedemorgen. U spreekt met Smits. Ik heb een vraagje. Ik spreek met het tuincentrum, toch? Ja, tuincentrum Groenrijk. Ja, want ik ben onderweg. Ik heb een huisje op het Wolfsven. Dat is toch vlak bij u, toch? Oh, ik ben ook mijn import. Sorry. Ik klink me wel bekend, maar ik zou het bron niet weten waar het ligt. Nee, oké. Okay, nee, nou, ja. Nou, even het volgende, meneer. Want ik hoop wel dat u mij kunt helpen. Ik heb een huisje en daar heb ik Coniferenhaag. En op dat park hebben heel veel carnavalsvierders gezeten. En ik ben zelf ook jong geweest. Maar goed, een beetje balen. Hebben tegen mijn coniferen aanstaan te pissen, plassen. Ja. En nou is die geel uitgeslagen, een beetje bruin geel. En nou heb ik... Ja? Ja, daar kun je iets mee doen. Ja, vooral voor coniferen, ik versta u heel slecht. Meneer, ik versta u heel slecht. Ik heb daar speciale voeding voor coniferen, als ze bruin-geel beginnen te worden. Ik ben al even aan het kijken voor u, want ze hebben het rek helemaal veranderd. Ja. Even kijken, waar sta jij? Ja. Ik ben op zoek, hoor. Ja, ze worden, zoals u zegt, een beetje geel-bruin, hè? Ja. Ja. Ik ben even aan het kijken. Maar kan ik dat ook al in... Want het is natuurlijk pas februari. Kan ik dat er gewoon opgooien dan? Want ik heb zoveel geld uitgegeven aan die coniferenhaag. En dan komen een paar van die clowns. Want dat letterlijk en figuurlijk. Heel die haag naar de maan. Ja. Ja, ik heb hier dus magnesium. Magnesium? Voor coniferen en struiken. Voor struiken? Nee, het is in Haag, hè? Nee, daar staat op voor coniferen en struiken. Nee, maar ik versta u heel slecht. Nee, het is geen struik, het is een haag. Het is een hoge haag. Ja, coniferen. Ja, nee, ja, corny. Coniferen. Ja, dat staat hier op het pak. Als u goed luistert. En ik heb ook bitterzout. Hoe? Dat heb ik ook. Dus ook, herstelt bruin gekleurde bladeren en naalden. Ja, die. Ja, voor coniferen, taxis en bruxes en melken. En zit daar dan ook een antibiotica-plasma in? Nee, dus een plant neemt geen antibiotica op. Dat is geen dier, hè? Oh, oké, okay, want ze vertelde mij dat antibiotica wordt ook vaak gebruikt bij een urineweginfectie. Ja, dat zou kunnen. Ja, de urine weg, snapt u? Ik dacht, dat werkt dus niet. Nee. Dus hier bibbelzout is echt heel speciaal daarvoor. Hoe bibbelzout? Heet dat zo? Bibbelzout? Bitterzout. Toch, hè? Bitterzout. Ja, bitterzout. Hey, en wat kost dat wat kost dat grapje dan, als ik vragen mag? €9,99. Dat is een pak. En dat gaat dan per haag? Nou, hier kun je een stuk of 10 planten mee behandelen. Oké, okay, maar ik heb een metertje of 40 is het. Hoeveel heb ik dan nodig? Dan denk ik dat die 4 pakken nodig heeft. Ja. Oké. Okay. Maar weet u dan, want urine is natuurlijk sowieso slecht voor coniferen, toch? Ja, maar dan moet er langere tijd zijn gebeurd. Ja, maar ja, jullie hebben 5 dagen dat achterlijke feest daar in Brabant. Staan tegen mijn coniferen aangaan te... Ik bedoel, dat is 5 dagen lang. Dat is natuurlijk niet goed, of wel? Nee, dat is nooit goed. Honden en dergelijke die dat doen. Sorry? Ook honden die uitgelaten worden, die bij mensen tegen de haagjes aan plassen, is ook niet goed. Nee, is ook niet goed. Nee. Maar ik snap niet dat... Heb u zelf ook carnaval gevierd? Want wij snappen daar helemaal niks van in het Westen, hè? Het is dat ik daar een huisje heb, maar... Ik heb die leeftijd al gehad. Oh, u doet dat niet meer?
Nee, ik doe dat niet meer. Oké. Nou ja, het goed. Oud en wijs genoeg. Ja, ja. Maar bitterzout, dat is voor om conifeer. Geel en bruin. Geel is van de urine. Ja. Bruin zal toch niet van iets anders zijn, toch? Dat ze bruin worden nu? Dat kan ook andere oorzaken hebben. Oh, niet dat ze er tegenaan dus hebben zitten. Als het van de carnavalsweekend komt, eerlijk gezegd. Ja, dat zeg ik net. Maar het is alleen urine, toch? Omdat ze geel worden. Maar ze worden ook een beetje bruin. Niet dat ze er ook tegenaan hebben zitten, toch? Nee, maar dat kan ook zijn van de vorig jaar al, dat is begonnen, van de droogte. Oh, de droogte. Dat is geloof ik veel eerder eerlijk gezegd. Ja, ja, nou, ik denk dat het gewoon van die carnavalskneus is. Ja. Ja. Ik dank u wel, ik kom er zo aan, ja? Dat is prima. En met wie heb ik nu gesproken? Met Frans. Frans? Frans. Hans, oké, Hans. Ja. Dan bel ik later nog even terug, mocht ik het niet kunnen vinden, ja? Is goed. Oké, Hans, doei. Hoi. Het is weer gewoon een hele... Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. De muziekstroom van je leven op Forever 49. Celebrating life. Dit zijn de hits van nu en gisteren. Forever 49.